Lekker boeiend dit. Dit is helemaal niet. Dit is hartstikke boeiend. Nou, Michel is niet enthousiast. Ralf komt aanlopen met de camera. Kijk, tada, daar is hij. Jawel, je zit hier naar af te kijken. Ja. En ja. Jij bent niet geboeid, maar ik ben hier ben ik. Ja. Oh, ik was aan het vertellen. Ja. Ik vertelde Michel het nieuws van YouTube. Hij heeft nou een 60 frames per seconde optie. Je kan gewoon video's kijken in 1080p, 60 frames per seconde. Hij zegt Alleen wanneer de opgenomen video, ook in die snelheid is opgenomen natuurlijk. Dus dat moet ik er wel even bij zeggen. Dus video's die eigenlijk maar in 30 frames per seconde zijn opgenomen, die kan je niet nu opeens in 60 frames kijken. Dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Maar ga verder. Ja, goed. En dus hij zei, lekker belangrijk, lekker boeiend. Maar Michel, als je dan gameplay video's kijkt, zoals de nieuwe trailer van Mortal Kombat X in 60 frames per seconde. En als je dan naar de beelden kijkt van Uncharted 3, die op de PlayStation 3 is uitgekomen in, was het in 1080p? Kijk even naar af. Die video is in 1080p en die makers die hebben gewoon die game gemaakt in 60 frames per seconde, maar ze konden in de PlayStation 3 alleen maar uitbrengen in 30 frames per seconde. Maar ze hebben nu speciaal, omdat YouTube nu in 60 frames per seconde hebben, hebben ze een stukje gameplay van Uncharted 3 in 60 frames per seconde online gezet. Ja, dag! En het ziet er zo fucking gruwelijk uit. Maar dat moet je nu zien. Waar slaat het op? Want de game is niet eens in 60 frames per seconde. Ze hebben hem zo ontwikkeld. Nee, maar jij hebt hem gespeeld in 30 frames per seconde. Maar zij hebben hem ontwikkeld in 60 frames per seconde. Dus en dat willen ze gewoon de mensen laten zien. Nu moeten we games kijken in plaats van spelen. Nee, oké, maar het is leuk. Ja, oké. Dat is toch vet. Maar als je. Maar is het niet toevallig de PS4-versie van Uncharted 3? Huh? Nee. Huh? Dat weet je niet. Misschien wel. Uncharted 3. 60 frames per second. Hey Ralf, neem je deze video wel op in 60 frames per seconde trouwens? Nee. Nee? Nou, we hebben dus mensen helemaal niks aan, hè Martin, dat je dat gaat laten zien. Ja, maar weet je wat wij gaan doen, Michel? Wij maken een project aan in ons editprogramma van 60 frames per seconde en dan zetten we deze video in van Uncharted 3 in 60 frames per seconde. Dus mensen die dit kijken zien ons in 30 frames per seconde, maar die video straks wel in 60 frames per seconde. Wat een verschil. Oké. Is de advertentie ook in 60 frames per seconde? De kronen wijnen drukken we even weg. Ja. En dan is dit is PlayStation 3, hè? Dat geloof je toch niet? Nee, dat geloof ik niet. Daar geloof je toch niet? Nee. Dit is volgens mij gewoon de PS4 versie. Welke PS4 versie? Er is die geen binnenkort gaan aangekondigd worden. Dat gaan ze niet nieuw beeld van laten zien. Anders hadden ze wel de game aangekondigd van hier, er komt de PS4 versie. En dit zijn de eerste beelden. Kijk hoe fucking vet eruit te zien. Ja, maar dan dit is gewoon PlayStation 3 in 60 frames per seconde. Ja, okay. Maar kijk, dit is mooi. Dit is al heel mooi. Dit is gewoon PlayStation 3 van een paar jaar geleden. Ja. Maar wacht dan als we naar het schieten gaan. Nou, ik moet even. Ja, ga daar eerst maar heen. Daarna, ja. Want we gaan eerst nog even klimmen en klateren. Want Nino, die hier op kantoor zit, Nino is van de PU. Daar zit hij, ja. Hij zit gewoon mee. Je kan hem ook gewoon even hier naartoe halen. Daar is hij. Die liet mij dus straks Mario Kart 8 in 60 frames per seconde zien. Zoals je hem dus ook op de Wii U speelt. Als je tenminste in je eentje of met z'n tweeën speelt. En dat zag op zich wel tof uit, ja, op YouTube. Dat zag op zich wel tof uit. Ja. Het is gewoon minstens twee keer zo vet. Minstens twee keer zo vet. Maar kijk dit dan. 60 frames per seconde. Maar ja. Maar ik bedoel. Heb je al gezegd dat het alleen in Chrome werkt? Het werkt dus alleen. Nee, ook in. Het werkt officieel alleen in Chrome, maar het schijnt ook in Internet Explorer Firefox te werken. In Chrome werkt het sowieso. Google heeft gezegd in Chrome werkt het sowieso. Je kan het zelf checken, want rechts onderin bij het resolutiedingetje. Als je op klikt, staat er 1080p 60 of 1720p 60. Ja. En je ogen zien het verschil natuurlijk ook. Maar kijk, weet je wat het is? Kijk hoe fucking gruwelijk het eruit ziet. Dit filmpje moet nu ook in 60 frames per seconde op YouTube, hè? Ja. Maar weet je wat het is? Ik zie jullie allemaal zo helemaal enthousiast. Ja, 60 frames per seconde. Maar toen het er nog niet op YouTube zat, misten jullie het dan? Ja. Oh. Nou, blijkbaar wel dus. En jullie? Ja, ik persoonlijk vind het niet zo belangrijk. Als ik iets op YouTube kijk, is het om snel even wat te zien. En als ik iets echt moois wil zien, dan zet ik wel een Blu-ray aan of speel ik die game. Het gaat me nu ook niet om YouTube. Het is gewoon die hele discussie die we de laatste afgelopen weken hebben over 30 frames per seconde, 60 frames per seconde. En mensen die gewoon zeggen van, nou ja, maar 30 frames per seconde is mooier in games. Want dan geven ze dat voorbeeld van die film die ook in 60 frames per seconde was. Welke, die Lord of the Rings film was dat? Nee, Hobbit, die was 48. Ja, die was 48 frames. Dan geven ze dat voorbeeld. Maar het is een fucking game. Dit wil je gewoon super smooth op je beeldscherm zien. Nee, ik ben het wel mee eens. Maar waar komen deze footage vandaan dan? Want dit is Uncharted 3 die niet in 60 frames per seconde rijden. De makers hebben dus de game voor de PlayStation 3 in 60 frames per seconde gemaakt. Maar die hebben ze nooit kunnen releasen op de PlayStation 3 in 60 frames.
maar in 30, maar nu als extraatje omdat YouTube dit nu kan. Pa. Weet je wat het is? Er was gisteren ook al, liep Sony ook al hintjes te droppen naar Uncharted 3 op de officiële website. Zoals zo'n... Dat heb ik, dit is... Oh, dan heb ik geen leuke scoop, maar Uncharted 3 voor PS4 komt eraan hoor jongens. Ja, misschien was dit wel gewoon de aankondiging. Ja. Dit was Uncharted 3 op de PlayStation 4, terwijl wij denken dat het op de PlayStation 3 is in 60 frames. Dat vind ik veel boeiender dan dat YouTube 60 frames per seconde heeft. Maar goed, absoluut niet. 60 frames per seconde jongens, je ogen zien het verschil.